Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 mei. We hebben een onstuimige nacht en ochtend achter de rug, maar het lage drukgebied dat ervoor zorgde, dat trekt nu langzaam richting het noordoosten. En dat betekent dat de bijbehorende bewolking ook naar het noordoosten trekt en ook de neerslag. En vanuit het zuiden klaart het geleidelijk aan op. Vanochtend was dat al goed te merken in de zuidelijke provincies, vanmiddag zal dat ook in het midden van het land zijn en als laatste komt dan ook het noorden aan de beurt. Daar valt af en toe nog wat lichte regen of motregen, maar die neerslag die trekt dus wel geleidelijk aan weg. En vanavond hebben we dan te maken met brede opklaringen en dat geldt ook voor de nacht. De temperatuur die daalt naar zo'n 4 tot 6 graden en de wind die draait naar het zuiden en wordt overwegend matig. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolkjes en ook schuiven er wat wolkenvelden vanuit het westen binnen. De temperatuur loopt op naar zo'n 15 tot 17 graden en de wind is matig uit het zuiden, later ook af en toe vrij krachtig en dat is windkracht 5. In de loop van de avond komt er vanuit het westen een neerslaggebied opzetten en dat trekt dan over het land naar het oosten. In de loop van de nacht verlaat het het land alweer. De regen is over het algemeen licht en de meeste neerslag die verwachten we in het noorden. En dan de dagen erna. Het wordt steeds beter weer. De lente komt weer helemaal terug. Zondag wordt het misschien zelfs zomers warm in het zuidoosten. Maar eerst de donderdag. Dan is er nog bewolking walk en ook zon. En heel misschien valt er nog een enkel buitje, maar dat stelt niet veel voor. Dat buitje dat zou dan in de vroege ochtend moeten vallen als de neerslag nog aan het wegtrekken is. De temperatuur ligt tussen de 12 en de 15 graden in de middag. Tikkie fris misschien, maar dat komt door de westelijke wind die er staat. Vrijdag draait de wind naar het noordoosten, wordt zwak tot matig en voert droge lucht aan, en dat betekent dat de zon volop kan schijnen. Het wordt 16 tot 17 graden. Tijdens dode herdenking in de avond is het ook heel rustig weer met brede opklaringen. Zaterdag bevrijdingsdag zijn er flinke zonnige perioden en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden bij matige noordoostenwind. Het is heerlijk weer voor al de festivals die er gehouden gaan worden. De lente komt dus weer terug, zoals gezegd, zondag misschien wel een beetje zomers, en ook volgende week blijft het rustige weer aanhouden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.